Fijn dat je luistert naar deze korte versie van Door de Bijbel. In 240 afleveringen neemt Joost Bastiaans je mee op reis langs alle verhalen uit het Nieuwe Testament. Efeze, hoofdstuk 2, vers 14 tot en met vers 21. Het prachtige geheim. Voor Christus zijn we allemaal gelijk. Als je tot Jezus Christus komt, sta je op gelijke voet met ieder ander. Als Paulus de Efeziërs aanmoedigt tot onderlinge saamhoordigheid, doet hij dat niet voor niets. Het heeft alles te maken met het verschil tussen Joden en Heidenen. Dat ze voor God gelijk zijn, was een revolutionaire gedachte. Voorheen mochten Heidenen wel in het Joodse tempelcomplex komen, maar ze moesten altijd op een vastgestelde afstand blijven van de tempel zelf. Dit verschil is na Jezus-Kruisdood verleden tijd geworden. Heidenen en Joden zijn in Christus bij elkaar gebracht. Ze hebben niet alleen vrede met God, maar ook met elkaar. Voor Jezus kruisdood had God de Joden afgezonderd van de andere volken. Uiteindelijk gebruikten de Joden die bijzondere positie... om te laten zien hoe bijzonder ze wel niet waren. Dit leidde uiteindelijk tot haat en vrevel tussen Joden en heidenen. Maar nu, in Christus, is er vrede gekomen. En iets nieuws, een nieuwe schepping. Er is een nieuw lichaam, een nieuwe tempel. Dit is het geheim dat God aan ons heeft laten zien in Christus. Een geheim dat iets dat verborgen was, maar nu bekend is. In dit geval de kerk uit de Joden en heidenen. Dat is iets wat men in die tijd van het Oude Testament zo niet kende. God had het nog niet laten zien, maar nu weet God ons in in het goddelijke geheim. Het geheim is dat Joden en Heidenen op volstrekt gelijkwaardig niveau deel uitmaken van het lichaam van Christus. In de loop van de geschiedenis is de kring van Gods speciale omgang met mensen steeds wijder geworden. God begon een heel persoonlijke omgang met Abraham. Deze omgang werd op de berg Sinaï op een bijzondere manier uitgebreid tot het hele Joodse volk. Vanaf de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren. Is het verschil tussen de Joden en heidenen uitgewist en is Gods genade beschikbaar geworden voor iedereen die gelooft? Dit geheim is niet alleen aan ons bekendgemaakt, maar ook de engelen zien het. Ze verwonderen zich over de geniale wijsheid van Gods plan dat uitgewerkt wordt door de kerk. Paulus wil dat deze geweldige dingen ook door ons beseft en beleefd worden. Hij noemt de kerk het gedicht van God. En de tempel van de Heilige Geest. Hij nodigt ons uit om de rijkdom van Gods genade in Christus te ervaren. In de laatste versen van hoofdstuk 3 laat Paulus ons meeluisteren met zijn gebed voor ons. In de eerste plaats bidt Hij dat God de Vader vanuit de rijkdom van Zijn hemelse macht en majesteit onze Geest met Zijn kracht wil vullen, door de Heilige Geest. Vers 16. Hij bidt niet alleen voor onze fysieke noden. Maar ook voor onze geestelijke noden. We hebben kracht nodig om te leven als christenen en te groeien in genade. De ondersteuning van de Heilige Geest is onmisbaar. In de tweede plaats wenst Paulus dat Christus in onze harten zal wonen. Christus is niet gekomen als een vakantieganger, maar als een vaste bewoner. Hij wil in ons wonen door middel van de Geest. In de derde plaats bidt Paulus dat we meer mogen begrijpen van datgene ons verstand overstijgt. Namelijk van de liefde van Jezus Christus. Het is een van de vele paradoxen in het leven van de gelovigen. Alleen de Heilige Geest kan ons binnenleiden in die geweldige ervaring van de liefde van Christus. Tot slot bidt Paulus of we vervuld mogen worden met de liefde van Christus en dat met zo'n overvloed dat we vol worden van God zelf. Als Paulus zijn gebed afsluit, aanbidt hij God en zegent hij ons. Hoe goed is God en hoe klein zijn wij? We eindigen deze eerste drie hoofdstukken van de Efesiërs op een van de hoogtepunten van het Nieuwe Testament. Als we verder gaan in de Efesebrief, verleggen we onze focus van de hemelse gewesten naar ons dagelijks leven op aarde. Bedankt voor het luisteren naar deze korte versie van Door de Bijbel. Als je je abonneert op deze podcast, kun je alle afleveringen gratis beluisteren. Waar en wanneer je wilt. En wil je nog meer horen? De uitgebreidere afleveringen van Door de Bijbel zijn ook gratis te beluisteren. Ga naar twr.nl